Jongens en meisjes, welkom bij deze nieuwe serie op dit kanaal. Mijn naam is Guus en in deze video heb ik een klein beetje audiolek. Ik zou niet weten waarom dit komt, maar ik kan de video niet opnieuw doen of verwijderen, omdat dit natuurlijk een serie is waarbij ik mijn punten moet bijhouden. Ik kan dit er ook niet uitknippen, want ik wil mijn hele gameplays bijna laten zien, zodat jullie elk moment van mijn potje kunnen bekijken. Dus sorry voor de audiolek, ik hoop dat het volgende aflevering opgelost is. Geniet van de aflevering. Later boys. Yo gasten, welkom terug bij deze nieuwe video op dit kanaal. Mijn naam is Guus en vandaag ga ik jullie eindelijk een nieuwe serie op dit kanaal introduceren. Zoals jullie zien zit ik op een nieuw account. Dit is namelijk Arena Notaris. En op dit account ga ik alleen maar Arena spelen. Ik begin helemaal met 0 punten en ik ga totdat ik 300 punten plus heb bereikt door met deze serie. Wat ik in deze serie dus wil gaan laten zien is hoe ik 300 punten ga behalen in Arena. Jullie kunnen hieruit tips halen, jullie kunnen met mij meedoen. Misschien zien hoe ik mij gedraag in sommige situaties. En dus ook 300 punten gaan bereiken in de Arena game mode. Ik krijg heel vaak in livestreams vragen, hoe heb je 300 punten gehaald? Kan je snel Arena punten farmen? Ik ga het jullie nu laten zien hoe ik mijn Arena game speel. En wat ik ga doen in sommige situaties en potjes. Er is iets met de sensitivity op dit account, dus ja, ik ga even testen of het allemaal een beetje werkt. Maar we gaan gewoon lekker een potje in. Volgens mij heb ik al mijn settings goed aangepast, zo niet, dan zie ik dat wel in de game. Maar wat ik in dit eerste potje ga doen, is gaan pushen naar Tilded, want ik zit nu op 0 punten. Dus de beste mensen kom ik op dit moment niet echt tegen. En ik ga proberen zoveel mogelijk punten te halen in deze eerste game. Ik ga jullie nu alvast één tip geven. Als je nou merkt dat het niet lukt om vanaf een bepaald niveau geen punten meer te krijgen. Je zit bijvoorbeeld op 170 punten. En je merkt gewoon, de mensen op dit niveau zijn best wel goed. Ik kom er niet meer voorbij. Hoe kan ik dit nou gaan doen? Dan zou ik jou heel erg adviseren om voor endgame te gaan spelen. Wacht totdat jij je punten terugkrijgt van de placement threshold. Dat betekent dus, als je top 25 bent, krijg je als het goed 3 punten erbij. Dit zorgt ervoor dat jij dus jouw busfare sowieso al terug hebt gekregen. Waardoor je dus eigenlijk geen punten meer gaat verliezen in de game zelf. In de Open League, de league waar ik nu in zit, de league die iedereen kan spelen, verlies je geen busfare. Dus dat is heel fijn. Je kan dus in deze league eigenlijk de hele tijd gaan pushen totdat je weer in de volgende league terechtkomt. Kijk, ik merk dat mijn mouse sensitivity echt knijterhoog staat. Gaan we even iets naar beneden doen. Ik denk dat dit wel ongeveer goed is. Nee, oké, dit is te laag. Mijn scoped sensitivity heb ik, bedoel ik daar trouwens mee. Zo, dit is wel goed. Alright jongens, we gaan Tilded hot droppen. Ik drop eigenlijk nooit de Tilded. Dus ik moet even gaan kijken wat nou het beste gebouw is in Tilded. Waar ik het beste kills kan pakken. Wat ik nu zelf al kan bedenken is dat het slim is om bovenop een gebouw te landen. En niet ergens onderin. Van boven heb je namelijk beter overzicht. Dan kan je al best wel misschien wat damage doen op mensen die beneden lopen. Ik zie hier bijvoorbeeld al een tactical. Dat zou heel fijn zijn. Ga ik die als eerste krijgen? Nee, dus dan vlieg ik door. Dan pak ik deze drumgun. Die heb ik namelijk wel als eerste. En dan kan ik deze man gelijk killen. There we go. Dat is al 1 punt, boys. I don't know wat die gozer aan het doen was. There we go, jongens. Dat is 3 kills. Dat betekent dus al 3 punten in deze game. Mijn sensitivity is best wel laag, maar ik weet niet. Het aimt wel eens fijn op zich. Voor de mensen die mijn normale streams kijken, die zien dat ik echt op best wel hoge sensitivity speel. En dit is eigenlijk best wel chill. Dus there we go. Even kijken of we kunnen gaan strijden met een lage sensitivity. Oeh, het nieuwe item dat toegevoegd is in de game. Altijd nice. 3 punten jongens, dit is gelijk al 3 kills in Tilded. Kijk, ik kan deze mensen nu killen omdat ik weet dat ik wel wat beter dan ze ben. Ik speel de game best wel vaak, dus ja, ik kan ze killen. Maar als jij nou nog niet op dit niveau bent, of het lukt je niet om zoveel mensen te killen. Zoals ik al zei, speel dan gewoon heel passive. Probeer wat third parties te doen bijvoorbeeld. Of wacht gewoon heel veel af en ga echt voor die endgame spelen. Als een pushen niet lukt, ga eerst creative doen. Ga eerst pubs doen. Totdat je beter wordt in pushen en ga dan pas pushen en proberen zo kills te farmen. Ik ga nu wel gelijk proberen deze man ook te killen. Au. Dat was niet zo slim. Ik heb deze dingen. Die sensitivity is heel irritant.
There we go, jongens. Dat is de vierde kill. En deze man, die had als het goed is een... ja, kijk hier. Gouden combat shotgun voor ons. En dat vinden wij wel heel chill. Vier kills, dat betekent al vier punten. Volgens mij moet je 25 punten hebben om naar de volgende league te gaan. Ik denk dat je het zo noemt. Dus ja, we gaan proberen gewoon dit potje 25 punten te halen. Dat zou wel dope zijn. Ja, ik denk dat ik gewoon de slipstream inga en mensen ga pushen. Want ik wil zoveel mogelijk kills in het begin sowieso. En zoveel mogelijk potje in het hele... Zoveel mogelijk punten in het hele potje. There we go, boys. Kijk, ik kill nu wel iedereen. Net zoals dat ik er net al zei. Maar ja, gaat het er nou niet voor jou worden? En lukt dit nou niet om te doen? Ik heb het je al een paar keer gezegd. Speel gewoon passive. Heb geduld. En je punten komen... Je punten komen vanzelf wel binnen, jongens. Maak je echt geen druk. Het gaat vanzelf komen. There we go. We hebben nu ook lekker veel materials. Laten we nog meer gaan pushen, man. Airdrop wel untilded. Ga ik die pakken of wil ik druk gaan zetten op andere mensen? Zie ik iemand? Op dit moment zie ik nog niemand, dus ik denk dat ik even die airdrop pak. Misschien zit er een rift in, dan kunnen we weer wat sneller roteren. Zitten we nog in de zone? Oh, ik heb mijn map niet op M staan. Dat ga ik even veranderen. Want als ik hem op tab zet, dan ga ik soms midden in een fight op tab drukken. Daarom heb ik hem veranderd naar M. Zodat ik niet per ongeluk op mijn map kan drukken. Deze gaat dus naar M toe. There we go. Ja, we zitten gewoon nog lekker in de cirkel. Dus daar hoeven we geen zorgen over te maken. Oh, waar is die drop? Boven. Ik denk het wel. Nee, die is niet boven. Oh, die staat hier. Echt op, precies op een slipstream. Een handig plekje. RPG, oeh, gaan we die pakken? Ga ik mijn drumgun droppen voor RPG? Ik weet niet of ik überhaupt bij die RPG kan. Ik kan niet eens bij die RPG, denk ik, maar oké. Nee, ik kan niet eens bij die RPG. Nou, rip dat dan. Geen RPG voor ons. Ik werp een schoot, ik weet niet van waar, maar ik ga wel proberen die persoon gelijk te vinden. Zodat we misschien kunnen gaan killen. Deze man is gespot. Laten we hem direct gaan pushen, want hij is nu weak. We hebben 150 gehit namelijk. There we go, jongens. Nog een kill erbij. Dat betekent 7 kills in de pocket. 7 punten. Heerlijk. Snijpertje reloaden en door... Deze eerste games, als je een beetje redelijk vaak Fortnite speelt, dan moeten deze eerste games niet de moeilijkste games zijn die er, ja, die er zijn. Echt goede zin weer. Maar je moet je echt best wel snel doorheen kunnen rushen en gewoon lekker veel punten kunnen gaan pakken. Ik zie dat hier allemaal gebuild is, dus ik ga daar heel even kijken of ik nog wat mensen kan zien. Misschien komt er net iemand uit een build battle en is die weak. En kan ik die kill heel mooi op gaan pakken. Ik word beschoten... There we go, boys. Mijn man is geliefd, denk ik. I don't know wat hij deed. Ik heb in ieder geval de kill, dus geen probleem. Kom maar door. Zo, pakken we dit allemaal. Ja, prima loot. 9 kills, 21 man remaining.
We moeten even gaan doorpushen, anders gaan we die eerste divisie niet halen in één game. Even deze reloaden en dan gaan we weer zoeken naar andere mensen. In deze eerste divisies gaat het nog moeilijk worden om jullie tips te geven, omdat dit voor mij niet echt de moeilijkste persoon, mensen zijn om eigenlijk tegen te fighten. Maar zodra we wat meer tot het einde komen, dan gaan jullie ook zien hoe ik door de endgame heen kom. En als ik merk dat het een goede persoon is waartegen ik fight, en ik denk dat ik het niet ga halen, dan kan ik jullie laten zien hoe ik dat dan oplos en uiteindelijk de fight toch nog kan winnen. Ik hoor hier iemand lopen. Oeh, deze 650 is trouwens best wel fijn, want ik hit al mijn shots, heb ik het gevoel dan. Best wel, ik weet niet, low sense. Niet zo low, maar lager dan dat ik gewend ben, laat ik maar zeggen. 10 kills, 19 man remaining. 20 bom, wie weet. We gaan het proberen, jongens. Ik zie daar iemand. Daar achteraan. Dat moet onze kill worden namelijk. Oké, ik zie hem nog steeds vliegen. Volgens mij, hij is daar. Gaat hij eruit? Hij moet even uit de slipstream gaan, jongens. Of wij nemen een afsnijroute en kunnen hem dan nu even pumpen. Oh, deze sense is lekker. Deze sense is top. Oké, hij is uit de slipstream. Goed nieuws voor ons. Kijk uit, je landt bijna op een boom. Wat? Hoe ben jij niet dood? Heerlijk, let's go. En door. Wordt beschoten. Nee, jongens! Oh, hoe zag hij mijn hoofd nog? Hoe heb ik hem niet geheadshot? Oh, zonde. Nou kijk, het maakt eigenlijk op dit moment helemaal niks uit, want je kan niks verliezen in Arena. We hebben geen busfare verloren, want dat heb je niet. Dus de eerste game 14 punten. Ik doe het ermee, we gaan nog één potje doen. We gaan deze tweede divisie even halen. Ik denk dat we Division 2 gelijk krijgen als we 25 punten hebben, dat neem ik aan. Ja, ik denk het wel, dan krijg je Divisie 2. Dus we gaan even Divisie 2 halen in deze aflevering. En dan gaan we volgende aflevering weer een volgende divisie unlocken. En dan gaan we zo onze weg naar champion halen. Ik denk dat het hier wel moeilijk wordt trouwens om in één aflevering een hele divisie omhoog te gaan. Want volgens mij moet je daar van 200 naar 300 punten gaan om een divisie omhoog te gaan. Dus dat wordt een beetje lastig. We gaan het checken. Maar wie weet jongens. Wie weet kunnen we het in 10 afleveringen of zo wel halen. Ik moet even kijken wanneer ik een aflevering upload. Of ik er echt een schemaatje aan wil vastdoen. Of dat ik gewoon denk van, laten we nu weer even Arena grinden. Dan ga ik het weer uploaden. Maar wie weet jongens, laat even achter. Laat ook even achter wat jullie van deze serie vinden. Willen jullie meer van dit soort dingen zien? Of een andere serie waar jullie in geïnteresseerd zijn? Laat even achter, want wie weet ga ik die dan binnenkort wel maken voor jullie. Maar deze sense man. Misschien ga ik deze sense wel gebruiken op mijn account. Als ik nu alles had misgeschoten, was het wel een beetje sad geweest, maar... Oké, ik schoot daar alles mis, dus laat maar jongens. Ik heb niks gezegd. Oké, jongens. 14 punten. Hiermee zijn we overgebleven van de laatste game die we gespeeld hebben. Ik ga gewoon weer naar Tilde Towers, want ik denk dat ik het nog steeds wel kan klutsen in Tilde. Laat ik maar zeggen dat de mensen in Tilde nog niet zo heel goed zijn. Dus laten we proberen zoveel mogelijk kills weer te gaan pakken. En niet dood te gaan door die sniper. Domme fout dat ik daar trouwens deed, jongens. Ik piekte echt veel te lang. Dat was niet normaal. Moet je niet doen in tournaments dat, jongens. Neem die risk niet. Push hem gewoon. En die sniper battle was domme fout van mij, jongens. Domme fout. Maar we kunnen ermee door. De wereld vergaat niet, dus... gelukkig. Jawel.
Gelukkig dat hij weak was. Ook al had hij niet echt een game of een gun waarmee hij mij makkelijk kon killen. Hij heeft wel een makkelijke gun waar hij mee kan killen. En mijn aim was daar even. Moet dit disengage? Zou niet slim zijn als ik tegen een combat shotgun ga fighten. Daarom gaan we even wat betere loot vinden, jongens. Je hoeft niet altijd alle fights aan te gaan. En maar proberen te winnen. Want ja, mijn loot zat op dit moment gewoon niet mee. En het was dom geweest als ik daar was gebleven. We gaan gewoon even looten, proberen shotgun te vinden. Misschien nog wat extra shields. En dan gaan we weer terug die fight in die kill toch nog proberen op te pakken. Ik vind tot nu toe alleen maar echt... shit loot, als ik eerlijk mag zijn. Er zijn allemaal geen spraywapens. We need to get out of here, man. Deze mensen hebben veel betere loot. Come on. Maar misschien is deze sense een klein beetje te laag. Ik moet wel heel ver draaien met mijn muis. En ik moet ook wel heel veel... Ah, kijk, there we go. Oké, nou, nu kunnen we wel pushen. Deze even innemen. Dit even zo zetten. Of ik wil eigenlijk deze al gebruiken. Dit is best wel een overpowered wapentje. Oké, nu zijn we wel ready, man, om te gaan. Je ammo nog erbij. Wat materials farmen. In de tussentijd. Oké, ja, we zijn nu wel stacked. Oké. Ja, nu zijn we helemaal stacked, jongens. Combat shotgun. Give me there. Paarse combat. Alright, boys. Dit moeten we winnen. Oh my god. Oké, als je wilt winnen, zorg dan dat je in ieder geval wel raak schiet. Dat vind ik een hele handige tip om jullie mee te geven. There we go. Ik hoorde al mensen fighten, proberen dat te cleanen. We hebben nu echt heel veel materials, goede HP. We kunnen niet doodgaan hier. Wat heeft hij voor gun? Ik zag er heel eng uit hoe hij inzoomde. Oh, I like it. Nee, die kunnen we niet hitten. Dat is jammer. Van minis, 5. Die pakken we. We gaan gelijk de gozer followen, want dat is wel een kill die we gewoon erbij willen. 4 kills al. Nog best wel veel. Oh, wat is allemaal veranderd trouwens? Dit is de eerste keer dat ik speel met de nieuwe update. Oké, ik zie hem daar vliegen voor ons op 3.45. Dus die gaan we natuurlijk gewoon pushen. Om die kill te bemachtigen. Hopelijk niet gesniped te worden deze keer. Jammer als je zo'n potje weggooit, jongens. Maar snipers zijn hele goede balanced weapons. Je bent gewoon letterlijk one hit. Trap staat nog op F5.
Nee. Ook even veranderen. Shadowtje. We willen al deze kills, jongens. Oh. Keep building. Ik denk dat we alle kills wel gaan pakken. Ik hoor hem ergens lopen, heb ik het gevoel. Hij loopt hier. Oké, we hebben de divisie al behaald, jongens. 26 punten, heerlijk. Oh, zone opletten. There we go, boys. 20 man alive, 10 kills. Oké, wordt dit dan een 20 bom? Moet wel. Snel doorpushen. Oeh, sniper, kijk uit. Yo, chill, dude. There we go. Duurde veel te lang deze kill, maar het maakt niet uit. We hebben hem. Geen stress, 11 kills. Als we die 20 bom willen halen, moeten we even doorgaan. Heb ik iets om te roteren? Nee. Dat is even jammer. Ja, shadows heb ik wel, maar dat is heel nuttig als ik dat nu ga gebruiken. Oh, kijk, there we go. Placement points ook. Top 15. Ik heb me dan top 25 heb ik al gekregen dan, neem ik aan. Ik zie daar wel een quad, laten we daar even heen gaan. Ik heb de glitch dat ik onzichtbaar ben om te quad. Very nice. Te veel mensen killen elkaar. Niet elkaar killen. Op het. I wanna kill you. De zone komt eraan. Snel in de slipstream. Welke kant moeten we op? Deze kant. Oeh, gaat tricky worden, man. 20 bom. We gaan ons best doen. We gaan blijven pushen.
Yo, chill, dude. Sense. De bol door blijft strijden. Oké, dat is echt niet goed. Als ik daar gesniper had, was het echt fucked up geweest. Er mag niet echt heel veel mensen meer doodgaan. De druk zetten. Nee, niet elkaar killen, please. Als je hun elkaar killen, mag er niemand meer doodgaan. Yikes. Very big yikes. Yo! Waar zijn die anderen? Niet elkaar killen, boys! Elkaar killen, boys! Niet elkaar killen, boys. Are you? Waarom kom je altijd mensen tegen als je ze niet wilt tegenkomen? En nu zie ik gewoon niemand. Echt knijt te ver. Ik heb geen launchpad. Gesnijpt worden, niet gesnijpt worden. Jongens, toch. Ik kan niemand vinden. Dat is heel chill. Iedereen is weg. Come on, boys. Geen tijd voor verstoppertje. Hoe is hier niemand? Hoe is er ook nog niemand doodgaan? Dat vind ik wel heel chill, hoor. What the fuck is dit? Oké. Gekke update. Hele gekke update. Nee! Mijn man gaat dood door de storm. Sad, jongens. Heel sad. Gaat hij dood door de storm. Dat is ook niet te geloven, hè. Ja, want hij wordt ook geblokt door zoveel mensen, hè. Hij werd gestormd natuurlijk door al die mensen die aan de rand van de cirkel zaten. Begrijp het wel een beetje, hoor. Sorry, man. Ik wilde je potje niet zo erg weggooien. Franzi is back, boys. Franzi, he's back. Hop. Waar zijn jullie, my boys? I can't find anyone. Hoe zijn er nog drie mensen?
Oh, there we go. Thanks. Oké, dat was echt een hele nice edit. Hut. Ja, maar hij gaat nou, boy. Ja, nu wordt de grote vraag, waar zit onze laatste meneer te campen? Het is ook wat, hè, jongens? Waar zit onze laatste gozer te campen? Oh! Papa! Yo! There we go, jongens! Hebben we nog een dans? Oh, ik kan niet dansen. Oké, dan niet. Jongens! Victory Royale met 19 kills gehaald. Dat betekent dat wij nu op een totaal van 43 punten zitten in 2 games. We hadden wel wat meer kunnen halen, maar ik heb mijn eerste game, ja, werd gesniped. Dus dat was heel erg jammer. En we hebben de Victory Umbrella, want ik heb nog niet gespeeld dit seizoen op deze. Ja, dank jullie wel. Ik vind het heel erg leuk allemaal. Ja, 43 punten. Dat betekent dat we al best wel ver in het tweede deel van de Open League zitten. Dus ik denk dat we de volgende aflevering deze 32 punten wel gaan behalen. En dan uit deze Open League gaan en doorgaan naar de Contender League. Dat zijn wat meer tryharders, neem ik aan. En wat meer moeilijkere mensen. Maar voor nu hou ik het hierbij, jongens. Probeer je eerste games gewoon te rushen. Het zijn niet de moeilijkste mensen die er zijn. Gewoon aanvallen, rushen. Je hebt geen busfare, dus je verliest geen punten. Als je instant doodgaat in het potje, ram die eerste potjes gewoon even doorheen. Ja, je leert daardoor ook gewoon agressief te spelen en om te gaan met zulke situaties. Want soms moet je ook gewoon even... Voor nu kan ik er niet veel meer over zeggen. Het gaat wat spannender en wat meer informatief worden hoe hoger wij ook komen met punten. Dus voor nu was dit het, jongens. Bedankt voor allemaal voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een leuke nieuwe serie vinden op dit kanaal. Ik heb er in ieder geval wel heel veel zin in. En dan laten we het hierbij bij deze eerste aflevering. Dus bedankt voor het kijken. Ik zie jullie heel snel bij de tweede aflevering van Road to Champion. Dank jullie wel. Later, boys.